Het is de kortste oversteek van het Europese vasteland naar Engeland. De Eurotunnel van Calais naar Dover. Maar rond de Franse havenplaats verblijven duizenden vluchtelingen die als verstekeling op vrachtwagens de overkant proberen te bereiken. Daarom rijden Nederlandse chauffeurs liever niet via de kanaaltunnel. De exploitant van de tunnel gaat nu extra veiligheidsmaatregelen nemen. Maar of die het probleem gaan oplossen? Hopeloos. Dus op het moment is het heel ernstig. Dat ze bestormen de boten, ze bestormen de treinen. Ja, je bent gewoon niet meer veilig. Hij heeft de mooiste baan ter wereld, vindt hij. Behalve als hij naar Engeland moet via de kanaaltunnel. Vanuit Oegstgeest rijdt Niels de Bruin 2 keer per week naar Calais. In België controleert hij zijn wagen voor de laatste keer. Nou, na het laden wordt de trailer voorzien van een degelijk hangslot en een zegeltje. Nou, dan gaan we kijken of ze op de laadklep liggen. Eventueel nog op de assen kunnen ze gaan liggen. Ze kunnen in de palletkisten gaan zitten. Ik wil ook nog wel eens tussen het dak van de trekker en de trailer kruipen. En dat zijn allemaal dingen die we elke keer weer moeten checken als we gestopt zijn onderweg voor de pauzes. Nou, ik stop niet meer onderweg. Alle parkeerplaatsen zijn afgesloten door middel van palen, dat we er niet meer kunnen staan. Omdat ze er op dat soort parkeerplaatsen eronder gaan kruipen. Als ze langs de weg lopen gebeurt er niks. Ze staan je aan te kijken, ze staan dreigementen te maken. Nou, daar is nog wel mee te leven, maar op het moment dat je bij de trein zelf staat en je moet stilstaan op de snelweg omdat het gewoon te druk is bij de Eurotunnel, ja, dan sta je midden op de snelweg stil en dan lopen er gewoon 30, 40 man langs je auto om te kijken of ze mee kunnen springen. En dan zit je niet lekker. Daarachter in de bosjes zitten ze. Daar leggen ze op het viaduct. Nou rijdt het lekker door, dan heb je geen opstoppingen. Maar normaal sta je hier op de snelweg al aan te sluiten. En dan ben je gewoon de sjaak. In allerijl worden nu bij de kanaaltunnel maatregelen genomen. Er komen 400 bewaakte parkeerplaatsen bij bovenop de huidige 580. Rond het terrein komen op sommige plaatsen 4 rijen met hekken. Het buitenste is niet door te knippen. Er worden honden ingezet en op het terrein wordt een parcours aangelegd van 18 kilometer lang om te voorkomen dat chauffeurs stil komen te staan. Er zijn nu al röntgencamera's, apparatuur om een hartslag aan boord te detecteren, CO2-meters en warmtecamera's. Als het hier niet meer te kan, dan gaan ze het zeker ergens anders proberen. Het probleem gaat zich verschuiven. Waarheen dan? Andere havens, Duinkerken, Hoek van Holland misschien wel. Ze gaan het zeker proberen. De aanpassingen bij de kanaaltunnel moeten binnen 2 maanden klaar zijn.